Dit is de podcast van mediatechnologiebedrijf CS Digital Media. Een programma waarin actuele ontwikkelingen op het terrein van digitale technologie, digitale marketing en digital out of home worden besproken. Welkom bij State of the Market, CSDM podcast. En dit is editie 17 alweer. Ja, ja. Welkom heren. Ik heb hier Sebas, wel bekend van mijn headbooker. Hoi. Hoi. Leon. Leon, sales. Stan. Hoi. Nou, dat was weer een bond gezelschap. Heren, we gaan het vandaag hebben over opbrengstenoptimalisatie en publisher tools, zoals het zo heel mooi heet. Wat is daar nou de aanleiding van? Afgelopen weken zijn we eigenlijk werkelijk gebombardeerd door partijen die de publisher willen en kunnen helpen met tools die access to programmatic kunnen geven. Nou is de vraag natuurlijk, wat moet je nou doen bij in zo'n markt als je een publisher bent die vooral geen IT-ervaring heeft, lastig weet hoe je dat moet inregelen. En dan moet je gaan kiezen tussen Broadsign, LiveDo, MyAdBooker. Nou, Sebas, jij kent ze beter dan ik. Ja. Wat is jouw visie op het geheel? Nou ja, gezien het state of the market onderwerp is, zie je dat de oplossingen voor digitaal managen van je inventory, dat komt heel erg op en het is nu heel relevant. Ook juist vanwege COVID dat er geïnvesteerd wordt in die digitalisering en optimalisatie van een inventory. Want als het slecht gaat, gaan mensen kijken naar hoe kunnen we de efficiëntie omhoog brengen. En de tools zijn er zijn legio tools, ja. Maar waar heb je de tools nou exact voor nodig? Laat ik het zo scheiden. Stel dat je de tools niet hebt. Ja, wat dan kun je dan niet doen of nou wat ja, is dan het resultaat? Kijk, wat je traditioneel ziet in out of home, wat het de indicator van hoe slecht je efficiëntie op je netwerk is, is over delivery. Ja, dus je levert meer uit dan je feitelijk je levert betaald meer krijgt, uit dan ja. Waar je voor betaald krijgt. En zonder dat je overigens de benefit ervan terugkrijgt van de adverteerder, hè? Dat klopt. Want beetje goodwill misschien. Altijd. Ja, maar ja. Goed. Nou, maar misschien. Maar dan moet je... Ja, dan moet je op gokken. Ja, en dan wordt en je schept een verwachting. Dus je maakt het voor jezelf heel erg moeilijk. En dus dat is de grootste indicator dat mensen, dat partijen hun netwerk niet goed inzichtelijk hebben. Ja. Maar als ik hem even plat sla, ik heb discussies gehoord in de markt over partijen die bezig zijn met digitaal. Hè? Die zeg maar partijen die papier hebben en digitaal. Die worden helemaal enthousiast als je de openingstijden van locaties waar schermen staan kan invoeren in het systeem. Ja. Ja, ik moet erom lachen natuurlijk. Ja, ik maar hetzelfde. Ze zijn al een paar jaartjes. Precies, maar ze zijn er. Ja. Dus als ik kijk naar de state of the market, wat betekent dat dan voor zo'n publisher om dan tooling te hebben om begin- en eindtijden aan te kunnen geven? Dat is stap 1. Slots op te delen, delen van een dag weg te geven aan een buyer, delen van de dag zelf in te vullen, et cetera. Wat doe je dan? Je ziet dat de vraag van de adverteerder daarin heel erg drijvend is. De adverteerder wil gewoon die waste niet meer hebben. Dus je ja, maar dat is balen voor een publisher. Een publisher dat is balen zoiets voor een van, publisher. Nee, maar oké, ik koop al die tijd. Daarom. En cherrypicking zit je niet op te wachten. Nou ja, maar dat is dus de... Tenzij de premium voor betaald wordt en voor de cherrypicking. En wordt de premium betaald voor cherrypicking vanuit programmatic? Ja, er wordt meer... Ja, zeker. Okay. Omdat het, kijk, als je het vlaktarief soms gaat doorrekenen op programmatic, dan is dat duurder. Met andere woorden, wat er dus ontstaat, als er dus premium verkocht wordt, hou ik gatenkaas over in mijn programmering. Hoe ga ik dus met die gatenkaas om? Terwijl ik weet dat ik betere prijzen heb gehad voor die andere sloten, maar ik heb gaten ertussen die niet verkocht worden. Of voor minder verkocht worden. Ah, dus dat doen de tools. Dus de prijsindicatie en de prijsval voor het watervalmodel om je pricing in te zetten of je floorprijs? Nou, de tooling die nu op de markt is, gaat twee kanten op. Het is of zeggen van wij optimaliseren jouw input op die gatenkaas, zodat je inzicht krijgt van wat heb ik nog open, zodat dat een indicatie is voor een sales team om daar andere besluiten op te nemen. Of je hebt je software draaien die dat die daarin de optimalisatie doet, inderdaad op prijs. Op deals die anders worden ingezet. In de online wereld heet dit header bidding, hè?
Dus header bidding betekent dat de... Ja, maar goed, bij benadering... Kijk, bij benadering inderdaad. Want header bidding is feitelijk dat je stuurt een request uit... en die gaat naar zoveel mogelijk partijen die geïnteresseerd kunnen zijn. En daar ga je uit selecteren van welke is de meest waardevolle voor mij op dit moment. Maar als je het omdraait, hè, welke tools op de markt in jullie ogen kunnen nu die gatenkaas managen? Er zijn niet heel veel tools die dat kunnen. Als je echt alles programmatic gaat draaien, dan kun je die gatenkaas managen. Ja, dan doet het platform het. Dan doet het platform dat. Dus dat zien we bij ons met Quantum Loop. Zie je dat de gatenkaas wordt gemanaged omdat 100% alles programmatic is. Oké, met andere woorden, de tooling zit gewoon in de SSP. En je hoeft dus niet apart... Ja, het is een combinatie SSP en signage. Hè? Ja. Maar zit je met een signage oplossing die... daar bovenop een SSP hebt, dan heb je dat niet per se. Want dan kies je voor een deel programmatic en een deel non-programmatic. Dus dan zit je nog steeds met je gatenkaas. Zoals alleen... het vroeger eigenlijk deden. Ja. En dan, maar dan heb je ook nog de tools zoals een live do die van tevoren je gatenkaas gaat opvullen. Nou, dus eigenlijk is dit state of the market, hoe voorkom je gatenkaas? Ja, yield management, ja. Inderdaad, ja. Laat ik eens naar een pakket als live do kijken. LiveDo is een partij zonder SSP, wel geconnect aan ons SSP. Ja. Dus programmatic zou via het platform gaan. Ja. Hoe manage je gatenkaas met LiveDo dan? Nou ja, omdat zij creëren een overzicht van alle inventory die beschikbaar is, maar ook alle buys die gepland staan. En dus die verdelen eigenlijk van hoeveel ruimte heb je nog? Hoeveel ruimte heb je nog? Dus je kunt daar flexibel op, of althans je kunt daar time-based en... locatieselectie kun je erop toepassen zoals je dat van programmatic gewend bent. Maar het wordt wel als een loop ingezet. Dus hij creëert nieuwe loops voor die specifieke players. Waardoor je inzicht krijgt van waar zitten mijn gaten nog. Okay. En daar kun je andere campagnes omheen gaan plannen. Kan je programmatic slots voor open zetten dan? Bijvoorbeeld ook, alleen... Dat is gewoon een waarschuwingssysteem. Ja. Dat is een hybride model. Nou, het geeft je inzicht. Kijk, in een standaard signage oplossing heb je gewoon geen inzicht. Dus die zijn gebouwd op, je pakt x aantal schermen en je gaat achteraf zien hoe vaak die vertoond is. En hier wil je daar vooraf van weten hoe vaak die vertoond is. Dus wat dat betreft is het een... Maar waarom is het nou essentieel om te weten hoeveel ruimte je hebt? Voor een publisher lijkt het me essentieel, omdat je dan besluit voor... Met informatie kun je besluitvorming nemen. Nou, is dat zo? En ik denk voor een publisher lijkt me het heel fijn om te weten als je gewoon 100% bent uitverkocht. Dus dat je ook al deze gaten gewoon weet te vullen voor een euro, bewijzen van. Als hij, anders levert hij niks op. Ja, maar dan nog, waarom zou ik moeten weten hoeveel plekken ik heb? Moet ik het niet omdraaien? Want dan ga ik kijken naar hoe wij 100% programmatic zijn. The best bid wins. Dus als er geen bid is, heb ik ook geen demand. En dan moet ik daaraan werken. Dat klopt. Heb ik overbezetting, dus als er meer demand is dan vraag, ja, dan moet ik dus gaan optimaliseren op prijs. Dan krijg je dus ook wel het feit, en dat is traditioneel, dat er dus adverteerders niet aan bod komen. Ja, nou ja, dan had je moeten die een prijs maar bijstellen. Ja, moeten bieden. Dus ja. Als ik nou zo ga kijken, wat gebeurt er dan met de publisher tools? Want ik wil me omdraaien, ik wil op vakantie, jongens. Ik nee, wil naar het precies, eiland. Nee, maar dan heb je dat stuk niet, dan heb je dat stuk niet nodig. Dus dan heb je dat... Dan dus zit de optimalisatie tools in het systeem. Maar dan ben je nog steeds, weet je wel, dan heb je nog steeds niet over de opbrengst. En maar publisher tools zijn er dus, zolang we nog mensen aan de knoppen hebben zitten. Ja, en dat zal niet volledig geautomatiseerd. Kijk, ja, maar los van volledige automatisering. Er blijft een situatie dat een adverteerder nog steeds zegt, ja, ik wil gewoon dat netwerk helemaal hebben. Ja, dan moet hij betalen. Dus ja, maar dan hoef je dat hoeft niet altijd via het programmatic model te gaan. Want waarom zou je dat via het programmatic model draaien? Als jij als publisher iemand naar de DSP toe stuurt. Nou, dan doe je dat via het wholesale model. Als iemand toegang wil geven tot de snelweg. Hè, dat is in internet is dat net zo. Dan koop je een dikkere verbinding. Dus stel dat iemand zegt, ik wil dat hebben, dan doet hij een wholesale deal. Mm-hmm. Dus klopt. Ik denk dat de type markten en budgetten zich gaan vormen, om zeg maar geautomatiseerd te kunnen zeggen, als iemand zegt, ik wil erop, maar ik weet niet wanneer ik mijn spend ga doen dit jaar, maar ik heb wel van tevoren al ruimte ingekocht, dan trek je naar voren toe dat het geld wel eerder naar de publisher toe gaat. Dat is natuurlijk wat we nodig hebben voor de expansie. Maar wanneer ze het uitgeven? Het probleem komt pas in het laatste kwartaal. Maar dit is de gaten vullen, toch? Ja, eigenlijk. Maar in het laatste kwartaal moeten ze vullen. Als je afspreekt dat geld niet de jaargrens over mag. Je moet het cappen.
Ja, dat klopt. Je moet het goed in de gaten houden, ja. Inderdaad. Ja. Ja, dus... Maar in principe zou dat systeem dat automatisch moeten doen. Dat doet mijn headbooker dan. Ja. Mijn headbooker kan dit. De vraag is alleen, hoe ga je om met de buy-markt? Want de demand side is verdeeld over verschillende DSP's die verschillende algoritmes hebben en niet allemaal op elkaar afgestemd zijn om aan te geven dat er nu gekocht kan worden. Dus optimalisatie op dat vlak, althans dat zou mijn mening zijn. Publisher tools, fantastisch voor nu, hè, omdat de mensen moeten leren. Ja. Leren wat digitaal is. Mensen komen vanuit loopgedachten. Ik zou het heel optimaal vinden, sterker nog, dat is wat Quantum Loop is, om gewoon op optimalisatie te gaan lopen. En ik hoef me echt niet zorgen te maken over of ik nou wel of niet ruimte heb. Ik maak me pas zorgen als er geen demand is. Ja, precies. Dat is... En dat is een ander niveau wat je moet gaan managen. Ja. Want hoe creëer je nou demand? Het is niet alleen de prijs. Nee, zeker niet alleen op prijs. Het is je data-stuk wat daar heel erg belangrijk is. Het is gewoon ook je markt. Het vermarkten van je eigen product. Je moet wel zichtbaar zijn bij de demand side. En dat is hoe je in de online programmatic, daar heb je een demand manager. Dat is een heel ander. Ja, maar dan word je als publisher. Het is heel anders dan een account manager. Hè? Ja. Het is een heel andere insteek. Het is niet adviseren over wat er gekocht wordt en een voorstel maken. Maar het is vertellen wat er gekocht kan worden. Ja. Het is net een andere insteek. Maar dat is denk ik de volgende stap in publisher tooling. Hoe ga je demand, de omvang van het demand, of dat daalt of stijgt, in de gaten houden? Want laat ik het even omdraaien nu. Hè? Terug naar de traditionele kant. We hebben partijen als Hivestack, die ook hier op de deur staan te kloppen. Wat willen die? Full stack. Die willen full stack inbrengen. Maar full stack betekent dezelfde productvoorstelling als Broadsign, MyBooker. Nou, een stapje naar boven. Dus zij gaan vanaf de SSP en DSP. Dus zij bewerken de markt aan twee kanten in de sens van... Ja, maar dat is geen full stack. Ja. Nee, ze hebben alleen de signage oplossing niet. De DSP-SSP. Nee. Het is dus de SSP-DSP. SSP-DSP. En dat proberen ze te funnelen. Zodat inderdaad gestuurd kan worden van ik heb de buyer hier zitten en ik heb de supply daar zitten. Ja, want er zijn eigenlijk maar twee aanbieders op de wereld die full stack hebben. Dat is Broadsign en MyAdBooker. Ja, dat zijn de enige twee. Die gaan vanaf publisher tot en met de buyer. Ja, alleen... Waarom twijfelen jullie? Of waarover? Nou ja, maar die missen zowel MyAdBooker als Broadsign hebben geen DSP. Dus ze gaan in die hoedanigheid gaan ze niet tot aan de buyer. Het is maar hoe je prijsvoorstelling bekijkt. Hè. We weten allemaal dat wat eraan gaat komen is dat die super DSP die boven de DSP's weer gaat hangen, die komt er ook aan. Ja. Daar heb ik zo. Omdat dat zijn weer keuzes. Ja. Die meta-DSP's, dat wordt al gecreëerd. Maar dat is gewoon het aanhangen van jouw... Dat is voor een advertiser is dat zijn selectietool. Hè. Het is alleen duur. Het is een keuze. Ja, maar je krijgt er weer een laag bovenop. Ja, maar die creëren ze zelf. Ja. Kijk, het blijft dat iedere DSP die je aansluit, heeft zijn eigen inventory aansluitingen. Soms zijn die overlappend, maar het gaat vooral om de mogelijkheden die het biedt voor een adverteerder. Maar dat doet Bitswitch toch nu al? Nou, Bitswitch is een exchange wat dat betreft. Ja, maar dat doet toch hetzelfde. Dat betekent dus dat je via de ene DSP... Ja, die roteert. Ja, dan kan ik het verkeer van een andere DSP kan ik ook zien. Dat of klopt. SSP zelf. Alleen dat wil niet zeggen dat je de data-integraties hebt die goed zijn. Nee, klopt. Weet je wel, het hangt nog steeds allemaal aan organisaties. Je moet je Exact Online of andere CRM-systemen wil je ook nog gekoppeld. Ja, je kan niet de features die je van een full stack wel kan krijgen... kun je op die manier kun je niet gebruiken. Nee. Dus daarom, weet je wel, dat blijft een keuze. Maar je zit nog steeds tussen... En ook het beperkt innovatie ook, hè, als je daar op die manier gaat zitten. Je wilt soms die rare DSP ertussen hebben zitten... die iets kan wat een andere niet kan. Als je bent, want anders kun je niet groeien. En kun je... Ja, dat is Leon, voor jou, hoe lost publisher tools voor jou het dagelijks leven op? Als in, wat maakt het gemakkelijker? Nou, als ik naar mezelf kijk, met campagne management, ik wist als je daarop doelt. Wij als sales zijn plannen onze eigen campagnes in onze eigen publisher tool. Dus eigenlijk hebben we de traffic afdeling daar op zich niet eens meer bij nodig. Dus in die zin, als ik een campagne krijg ingeboekt vanuit een bureau, plan ik die helemaal zelf in. Waaruit je live rapportage krijgt. En hem constant kan bijsturen. Dus het wordt eigenlijk meer campaign management. Als je wat meer neigt richting een online strategie.
Ja, dus je krijgt als accountmanager veel meer de gelegenheid om full suite service aan te kunnen leveren aan je klant. Want je hoeft niet naar een andere afdeling toe. Dat klopt. Je hebt één tool. Eerst was het een interne order maak je en dan gooi je hem over naar de traffic afdeling. En nu doe je het volledig. En dan was je weer afhankelijk van de traffic afdeling of je kan rapporteren. Ja. En of ze het goed invullen allemaal. Ja, dus je kan eigenlijk veel meer als accountmanager een one-stop shop worden. Ja. Dat is op accountniveau. En eigenlijk zou ik bij wijze van een login kunnen geven van de tooling, zodat het bureau het zelf zou kunnen doen. Ja, oké. En Stan, voor jou? Want jij hebt data in je portefeuille. Mm-hmm. Publisher tools voor jou, wat doen die? Ja, veel meer inzicht geven in wat er gebeurt. Oké. Dus wat doet je bereik? Hoe genereer je je impact? Waar, wanneer, hoe vaak? En op welke momenten? Ja, en dus je krijgt eigenlijk veel meer inzicht, ook als adverteerder zijn, in wat doet je campagne, wanneer doet hij dat? En haal je je doelstellingen wel of niet? En wat doet je scherm? Hè? Je kunt precies zien wat je scherm oplevert. Dus dat geeft je ook ruimte om keuzes te maken en andere pakketten op te zetten. Als het scherm bij station A heel anders wordt ingekocht dan bij station B, dan kun je daar andere besluitvorming op nemen. Maar wees eens eerlijk. CSDM. Fully digital. Ja. Social media boeken. Kan overal bij. Ja. Doet CSDM dit als publisher? Nee, nog niet. Nee. Waarom niet? Omdat het mensen zijn inherent conservatief. Precies dat. En weet je wel, je ziet nog niet altijd die opportunity en je moet daar. Maar kunnen mensen überhaupt optimaliseren? Ik bedoel, de vraag stel is het antwoord, hè, als ik het doe. Kunnen mensen optimaliseren? Nou, je hebt het systeem nodig om te optimaliseren, maar er moet wel input zijn voor dat systeem. Een systeem kan niet op zichzelf draaien. Er moet altijd input. Maar heel plat gezegd, is het niet alleen de econometrist en de wiskundeman vrouw die kan optimaliseren? En die er door moeten voeren ook. Nou ja. Nou, maar die snapt wat het betekent om te optimaliseren. Want ik vind het een interessant gegeven. Hè? Maar komt het dat met alle data en input die we hebben, er geen blik is binnen CSDM op het zicht van welke schermen leveren de meeste output op? Want we zitten hier op, je hebt twee kanten, optimalisatie en suboptimalisatie. Als je gaat suboptimaliseren, lees de opbrengst per scherm, dan zou je mogen aannemen dat het optimaal resultaat er is. Of je gaat alleen optimaliseren en je neemt het geheel van alle schermen in zijn totaal mee. Nou, ik heb een briefje gegeven dat de gemiddelde publisher alleen optimaliseert. Want die heeft een bak schermen, we moeten allemaal rendement opleveren. Ja. Maar nu komt hij dus, als je gaat suboptimaliseren, je gaat per scherm kijken, dan word je gedwongen actie te nemen op datgene wat niks oplevert. En wie heeft daar trek in? Nou, niemand. Zo simpel is het ook. Ik bedoel, niets vreemd, niets menselijks is mensen vreemd. Dus even vanuit de managementperspectief en de leiderschap op dat vlak. Wij zullen dus dat expliciet moeten maken. Willen wij opbrengsten beter maken als publisher die 100% digitaal is en mijn collega's net zo in de markt. Mm-hmm. Over hoe nu gekeken moet worden naar een deep dive die eigenlijk niemand durft. En we kunnen dat nu pas, omdat we ook wel omdat we nu alles op data gedreven binnenkrijgen. Ja, maar wij kunnen het al 4-5 jaar. Nou ja, niet helemaal, omdat we zaten eerst met een hybride. CSDM zat eerst met een hybride model. Hè? Ja, sinds we 100% dus eerst doen, kunnen we dat. Sinds je op Quantumloop zit. Ja. Dan kun je dat, want dan kun je al die data vergaan en kun je appels met appels vergelijken. En dat maakt het helderder. Dus dat is ook wel een leercurve die er zit. Dus ik wil niet zeggen dat het nu nog niet gebeurt. Dat er echt actief wordt gekeken en daarop op basis daarvan ook strategie wordt bepaald en prijs wordt bepaald. Is nog wel fijn, omdat je zit met je datavergaring. Maar we zitten nu bijna met een jaar op Quantumloop. Dan moet die schakel wel gemaakt worden. En we hebben genoeg bulk data. En welke functie zou dat intern bij CSDM moeten doen? Nou, ik denk Stan Oudendorp. Ja, ik ook. Ja, ik vermoed ook van ik. Ja, maar en het is wel zo, sinds wij 100%. Ik heb de dump al klaarstaan om het te gaan doen. Ja, je hebt dus nu wat ze was zegt. Je hebt nu een jaar data. Ja. Dus nu gaat dat beginnen. Ja. Ja. Nu wordt het leven makkelijker. Sinds we 100% programmatic zijn, hebben we het hele vlaktarief er eigenlijk uitgegooid. En zie je dus ook bijvoorbeeld wat een scherm op Zuid veel meer oplevert dan bijvoorbeeld op een isolatorweg. Ja, wij hebben deze poging ooit gedaan in het prille begin, toen CSDM nog een CSDM was in 2011. Ja. Op al die 14.000 schermen die we er nooit hadden. Dat was niet te doen. Met alle aannames bij elkaar. Ik heb dat spreadsheet nog wel eens bekeken. Als je ziet met wat voor kwaliteit je nu kan werken. Qua bereiksdata. Ja, en ook het gemak waarmee je het kan dumpen en je conclusies kan trekken, is dat een wereld van verschil. Ja.
Dus weet je, ik was net lekker cynisch, maar inderdaad, los van het feit dat je hebt nu die data, nu moet je gaan beginnen. Ja. Dus ik kijk eruit, Stan. Nou, van de week heb je antwoorden. Nogmaals, leuk. Ik heb het al klaarstaan. Oké. Goed jongens, State of the Market editie 17 zit alweer bijna op zijn 20ste minuut. Ik zal even kijken of wij nog andere leuke zaken meegemaakt hebben afgelopen tijd. Leon, wat is er bij jou nog gebeurd op publishingniveau? Ben je nog lastig gevallen door mensen? Heb je nog wat gekocht bij je? Nou nee, vorige week hebben wij een call gehad inderdaad met Livestack. Hivestack, ja. Sorry. Die vond ik wel heel interessant. Vertel, wat vond je daar interessant in? Op hun visie op hoe zij de markt willen aanvliegen. Zij hebben echt een hele internationale blik en visie. Dus zij willen gewoon in elk continent willen zij gewoon hun tooling willen ze gaan aanbieden. Ja, je weet hoe dat komt, hè? Nou, je hebt één dienst, één product en dat bied je over de wereld aan. Als je dat hebt, dan kun je de wereld over. Ja, dat vond ik wel interessant. Want als je kijkt naar de spelers hier in Nederland, voornamelijk als je dan kijkt naar een Outmove, een Sage & Archer, et cetera, hebben zij toch naar mijn idee een andere visie als dat een Hivestack dat heeft. Ja. Jawel, maar Hivestack heeft de pech dat Nederland de best ontwikkelde markt is op het gebied van programmatic. Ja, ja, dus Nederland binnenstappen is lastig. Alleen, en ze hebben de strategie. Maar je kan het omdraaien. Alles buiten Nederland stelt niet heel veel voor. Qua supply niet. Zo simpel is het ook. En dat maakt... daarom kijkt iedereen ook naar Nederland. Ja, dus je kan overal wel verspreiden, maar wat heb je? Ja, maar dat maakt het verschil, hè. Want zij... Ja, binnen is binnen. Ja, het is heel... Als we even Broadsign vanuit de strategie bekijken en Hivestack vanuit de strategie. Broadsign zit heel erg op supply-driven strategy. Hivestack zit op demand-driven strategy. Ja, alleen die moeten elkaar wel tegenkomen. En als ze elkaar niet tegenkomen, je kunt wel een hele setup neerzetten van in Oezbekistan, maar als daar geen supply zit, dan heb je alleen maar demand. En andersom. En dat zijn de uitdagingen waar je nu in zit, in die internationalisering. Het is nu gewoon stratego, wat er nu gespeeld wordt. Ja. En je moet, en de marketing silo's zijn lastig. Ja, ja. Kijk, voor online zie je vaak internationale gedreven campagnes. Alleen dat zie je in out of home is het heel anders. Is het veel meer lokaal of nationaal geregeld. Nou, we gaan offline hier nog wel even over spreken, over strategie hoor. Hmm. Want het speelt precies ons in de kaart. Oké. Jij Sten? Nog lastig gevallen afgelopen periode? Nou, alleen door jou. Maar voor de rest. Dat is goed. Ja, voor je verjaardag. Ja, ja, dank daarvoor nog. Ja, ja. Dat is een lekker taart. Hoe gaan bureaus om op dit moment met de betere kwaliteit van data? Doen ze er überhaupt wat mee? Ja. Of bel jij ze nooit? Ja, zeker wel. Zeker wel. Veel mailcontact ook met deze en geen. Ja, het is allemaal met kleine stapjes in ieder geval. Maar er zit wel een niveauverschil in, hè? Tussen hoe bureaus er naar kijken. Ja. Wie is nu op dit moment het best goedgeteerd in jouw ogen? Ik denk dat dat IPG is. Oké. Media Brands. Ja. En hoe komt dat? Ja, omdat daar echt wel gewoon hele slimme mensen zitten. Zo. Die ook... Nou, kan je dan? Ja, eentje gaat er net weg. Dus eentje gaat er net weg, dat is een beetje jammer. Maar heeft het niet te maken met de construct? Hoe IPG anders samenwerkt met de labels en de buying organisatie? Ja, absoluut. Ja, want je hebt daar natuurlijk... Alles is veel meer geïntegreerd. Dus, ja, dat is eigenlijk wat ik moet zeggen. Wat Sebas net zegt over de silo's. Daar heb je die silo's gewoon veel minder. En ze kijken inderdaad veel meer naar geïntegreerde plannen. Dat geldt eigenlijk ook voor de buying kant daar. Die is ook geïntegreerd en dan zitten er misschien wel wat labeltjes aan. Maar die mensen schuiven wel echt bij elkaar aan. Ja, dat klopt. Oké. En jij, Sebas, die heeft jou nog lastig gevallen? Nou, het komt allemaal uit andere hoeken bij ons. Dus het is vooral die... het zijn vooral... De partijen die vinden dat er leven is naar Broadsign. En nieuwe publishers. Ja. Weet je wat, er is wel een grote verandering die daar aan zit te komen. En de flexibiliteit. Publishers zoeken flexibiliteit. Of dat nou een retail publisher is, die dat puur voor zijn eigen netwerk wil. Of een publisher is die third party wil aansluiten. Er is veel vraag. Ja, wat ik merk is dat eigenlijk datgene wat we 10 jaar geleden hadden aan partijen. Die allemaal weer dachten, als we een schermpje hebben en we hangen een emmertje eronder, dan krijgen we geld. Ja, die zijn er nu weer. Ja, dat partijtje, die komen weer op. Het is weer een herhaling van zetten. Ja, dus en die lopen weer tegen hetzelfde aan als vader. Ja, supermarkt die denken, dat kan ik ook en dat ga ik maar proberen. Geen verstand, gaan erin. Er is wel een verschil nu. En dat is dat de... Ja, access to technology is beter. Waardoor je ook, weet je wel, die hele... De,
de onderliggende architectuur van het buying en selling mechanisme is gewoon veel beter. Dus de kans van slagen is groter. Alleen het is wel, de verwachting moet daar wel nog goed in gemanaged worden. Het is niet inderdaad het geval dat je er een emmertje onder hangt en begint vanzelf te draaien. Weet je wel, de architectuur ligt klaar voor je, maar je moet daar wel een goede strategie op innemen. En de verwachting moet goed zijn. Het is net IT, hè? Dat moet je altijd zo zien. Je hebt een bepaalde volwassenheid in de IT. Er zijn 5 stages, zoals dat heel mooi heet. En als jij namelijk gelijk als partij die nooit iets met IT gedaan heeft, een SAP-systeem gaat nemen, dan ben je gedoemd te sterven. Dus je hebt het nodig om die stapjes te maken en te groeien. Maar met de systemen van nu, met cloud, hoef je niet meer die dingen te doen die je vroeger moest doen. Lees mensen in huis te halen, zelf ijzer op je kantoor neerzetten, servertjes inrichten, waardoor je de vragen krijgt waar je helemaal geen idee van hebt. Dus er is veel meer naar buiten toe geduwd. En dat is onze stand van zaken nu ook, wat jij zegt. Dus je mag verwachten dat ze sneller up to speed komen. Ja. Het enige wat volgens mij onveranderd blijft, is hun verwachting qua geld. Dat. Want in het begin als ze binnenkomen, denken ze allemaal van, oh wauw. Maar wat mij ook opvalt, is dat de partijen die vroeger hier geen interesse in hadden, Lees, De Co, Exterion, et cetera, die zitten op dat soort netwerken die wij juist afgestoten hebben. Dus dat is heel opmerkelijk hoe de turnaround in die markt bezig is. Ja. Oké. Okay. Met deze opmerkingen, heren, wil ik jullie ontzettend bedanken. En de luisteraars ook. Voor als je deze sessie mee hebt geluisterd, later gaat luisteren of nog veel later gaat luisteren. En tot bel de volgende... maar, hè, voor vragen. Ja, inderdaad. Bel naar Leon. Dank jullie wel en tot snel. Yes, hoi, hoi. Hoi. Dit was de podcast van CS Digital Media. De uitzending is terug te beluisteren op CSDM Online, op de social media kanalen van CSDM, maar ook op 8 audioplatforms, waaronder iTunes, Spotify en SoundCloud. De CSDM Podcast is een productie van CS Digital Media. De mix en master worden verzorgd door Jong Ruby Music.